In deze video gaan we kijken naar hoe je online veilig kunt beleggen en investeren. Want steeds meer gebeurt eigenlijk online en ook beleggen of bankzaken gaan steeds vaker online. Vaak zelfs nog via je telefoon. Nou, hoe kun je er dan voor zorgen dat dit allemaal veilig gebeurt? Welke maatregelen zijn ooit al ingebouwd of welke kun je zelf nemen? In deze video behandelen we 6 onderwerpen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar veilig online beleggen en investeren. Dit wil niet zeggen dat de platformen waar gebruik van wordt gemaakt of die benoemd worden, dat die altijd veilig zijn. Het geeft wel alleen welke methodes ze bijvoorbeeld aanbieden, waar jij gebruik van kunt maken om je veiligheid dus eigenlijk te verhogen. En zoals gezegd behandelen we 6 onderwerpen in deze video. Dus laten we beginnen met de eerste en dat is sms-verificatie. Bij sms-verificatie krijg je, zoals de naam al zegt, een sms'je waardoor je eigenlijk verifieert dat jij degene bent die in probeert te loggen. Nou, vroeger zag je dat bij ING, die stuurde toen TAN-codes, maar inmiddels is dat niet meer van toepassing. Je hebt wat andere methodes die beter zijn en daarom wordt deze vorm sms-verificatie dan ook vaak gebruikt om juist bij het aanmaken van account jouw nummer te controleren eigenlijk. Ze sturen een sms'je aan jou zodat ze weten dat het nummer wat je hebt opgegeven ook echt daadwerkelijk van jou is en bij het account hoort wat je probeert aan te maken. En op het moment dat ze dan eigenlijk je nummer hebben geverifieerd, koppelen ze dat aan je account, dat mocht er ooit iets gebeuren met dat je uitgesloten wordt van je account, je wachtwoord vergeet of dat soort dingen, dan kunnen ze in ieder geval nog een extra code sturen naar dat nummer wat je ooit geverifieerd hebt. Dan moeten we wel opletten dat inmiddels zijn er e-sims, dat zijn digitale simkaarten, die zijn steeds populairder. Volgens mij was er laatst bij T-Mobile dat er een fout in zat, dat je eigenlijk het nummer van iemand anders over kon nemen, maar dat is meer een fout van T-Mobile. Als het goed is geregeld, gaat het allemaal goed, maar houd er rekening mee dat je voor dit soort dingen liefst alleen bij verificatie gebruikt eigenlijk, omdat het nog wel eens misbruik gemaakt van zou kunnen worden, al zal dat in de toekomst wel verbeterd worden. Een tweede vorm om je account wat beter te beveiligen eigenlijk is een extra code. Sommige aanbieders vragen juist een extra code bij het aanmaken, of je krijgt ze via een app die ze zelf aanbieden. Bijvoorbeeld Bing, wanneer je daar inlogt moet je eerst je gebruikersnaam en je wachtwoord invullen. En als die goed zijn, komt er nog een 6-cijferige code waarvan ze telkens 3 willekeurige cijfers vragen. Dus elke keer dat je inlogt zijn er 3 andere van die 6, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje een verbetering omdat waarschijnlijk jij de enige bent die de volledige 6 cijfers weet. Het enige nadeel hiervan is natuurlijk dat dit altijd dezelfde 6 cijfers blijven. Dus ja, jij moet hem onthouden eigenlijk. Misschien schrijf je hem op. Dat is niet altijd zo veilig. Als je nou gaat kijken, er zijn ook andere manieren dat je elke keer als je inlogt een andere code krijgt. Dat kun je bijvoorbeeld aanzetten bij FedEx. Op het moment dat je daar inlogt, kun je ervoor zorgen dat je via een andere app van hun nog een keer een code moet bevestigen om in te kunnen loggen. Maar ook bijvoorbeeld wanneer je een order gaat inleggen en die bevestigd wil hebben, dan heb je vaak dus nog een extra stap via een app die hun aanbieden om een extra code in te vullen. Dat is een beetje een dubbel check. En dit kan dus zijn via een vaste code of via een eigenlijk een variabele code via een app. En die app is dan ooit al eerder goedgekeurd geweest. Maar op die manier bouw je eigenlijk een tweede beveiligingsstap in. Zodat je niet alleen met je wachtwoord en gebruikersnaam in kunt loggen, maar dat er altijd nog een derde iets nodig is. In dit geval dus een code. Een derde manier is tweestapsverificatie. Vaak ook aangeduid als 2FA. Wat staat voor Two-Factor Authentication. Dus dat is de Engelse variant. En dit is wel iets moeilijker, maar vaak wel de beste optie in mijn optiek. En veel platformen die bezig zijn met geld zullen deze optie dan ook vaak aanbieden. In Nederland is het bijvoorbeeld de Giro die het aanbiedt. Maar vooral bij cryptocurrency zul je eigenlijk zien dat elke exchange, zoals we daar noemen, die deze optie wel aanbiedt. En dat betekent dat je eigenlijk altijd je telefoon nodig hebt om in te kunnen loggen. Vaak kun je dit aanzetten via je instellingen. Je gaat daar naartoe. Er staat dan een QR-code die je moet scannen met een bepaalde app op je telefoon. Dit kan zijn Google Authenticator of ook LastPass biedt dit aan bijvoorbeeld. Op dat moment wordt dus eigenlijk die code gescand in je telefoon en wordt er eigenlijk een koppeling gemaakt tussen jouw telefoon en je account. Dus het kan niet zo zijn dat een andere telefoon deze code kan scannen op dat moment. Je moet dat ook bevestigen met die code. En het leuke hiervan is dat die code volgens mij elke 30 seconden of zo verandert. Dus op het moment dat je inlogt, dan moet je snel die code op gaan zoeken op je telefoon. En die verandert na 30 seconden dus weer. Nou, dat wil niet zeggen dat je binnen 30 seconden die code ingevuld moet hebben. Want je kunt ook gewoon wachten tot er een nieuwe code komt en je vult hem dan in. Maar juist omdat die dus regelmatig ververst wordt, verhoogt het eigenlijk de beveiliging.
Wat hier wel belangrijk bij is dat je een goede backup maakt. Dus aan de ene kant van je telefoon of zorg dat je de codes overzet wanneer je een nieuwe telefoon koopt. Ik had dat laatst, ik heb dus overgestapt naar de iPhone 11. En vanuit mijn oude telefoon heb ik eerst alle accounts even uitgezet. Alle tweestaps verificaties eigenlijk uitgezet voor al die accounts. En vervolgens opnieuw aangemaakt met mijn nieuwe telefoon, omdat die dan opnieuw gekoppeld moet worden. Omdat dus echt de app en het account aan elkaar gekoppeld zijn en dus niet per se over kunt zetten. Volgens mij kan dit trouwens wel bij LastPass. Zij bieden ook een authenticator aan en volgens mij is het zo dat die gekoppeld is aan je account, dus niet per se aan je telefoon. En op die manier zou je dus wel automatisch een backup hebben, maar let er altijd even goed op op het moment dat je dus van telefoon gaat veranderen bijvoorbeeld. En nu we het toch over LastPass hebben, dat is eigenlijk ook meteen het volgende punt in deze video. En dat is het wachtwoord dat je gebruikt. Want we weten allemaal dat we vaak een veilig wachtwoord willen gebruiken. Dat betekent een bepaalde aantal karakters erin, hoofdletters, speciale tekens, cijfers. Maar dan zijn we er eigenlijk nog niet, want we moeten er ook voor zorgen dat het uniek is. Want je kunt wel een heel goed wachtwoord gebruiken, maar als je het vervolgens op alle sites hetzelfde wachtwoord gebruikt, is het eigenlijk nog niet zo veilig. Wanneer dan een van de sites gehackt wordt en de wachtwoorden lekken uit omdat ze bijvoorbeeld niet goed zijn opgeslagen, dan ben je eigenlijk voor alle sites waar je dat wachtwoord gebruikt, ben je eigenlijk vatbaar en dus niet meer beveiligd. Juist daarom wil je ervoor zorgen dat je eigenlijk voor elke site een apart wachtwoord gebruikt. En daar kan dus bijvoorbeeld LastPass voor gebruikt worden. Dat is in ieder geval de site of de app die ik gebruik. Er zijn natuurlijk nog meer aanbieders behalve LastPass. Dat is bijvoorbeeld Dashlane, 1Password en zo zijn er nog veel meer. Maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Je hebt één hoofdwachtwoord, dat is het wachtwoord wat je gebruikt om in te loggen in je account of in je app. En dit is dus het wachtwoord wat heel erg veilig is en ook aan de ene kant dus uniek en dat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden. Wanneer je vervolgens bij een bepaalde site gaat aanmelden, kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld LastPass automatisch een wachtwoord voor jou aanmaakt dat dus veilig is en uniek, dus per se alleen voor die site. En dat kan die dus opslaan, dat hoef je niet zelf te onthouden. En juist dus omdat die het opslaat in de app zelf, kun je het ook op meerdere apparaten gebruiken. Dus stel je maakt de account op de computer aan en vervolgens ga je het via je telefoon ook doen. Als je dan daar weer inlogt op LastPass, kun je het wachtwoord overnemen. En zo heb je eigenlijk ook altijd een backup. Meestal slaan mensen ze wachtwoorden op in de browser op de computer die ze gebruiken. Maar mocht dan nou je computer of je telefoon kapot gaan, dan ben je je wachtwoorden dus kwijt. Ook al zijn ze dan uniek, ja, je kunt ze niet allemaal onthouden. En juist bij dit soort programma's hoef je dus één hoofdwachtwoord te onthouden. En kunnen ze ervoor zorgen dat alle andere wachtwoorden veilig en uniek zijn. En dan kun je zeggen van ja, dat is helemaal niet fijn dat mijn wachtwoorden in de cloud opstaan geslagen. Maar ook hier kun je dus gebruik maken van tweestapsverificatie. Dat elke keer als je in wil loggen in je account, dat je ook nog een melding krijgt op je telefoon om toegang te geven. Dus mocht nou iemand anders proberen in te loggen, dan geef jij die toegang niet via je telefoon en is er dus niks aan de hand en kan dus niemand bij je wachtwoorden komen. Dit is ook de methode die ik gebruik. Is heel erg veilig, maar ook nog steeds makkelijk, want er zijn vast wel betere methodes, maar die zijn niet gebruiksvriendelijk. Maar op deze manier heb je eigenlijk misschien wel 99% van de gevallen ben je goed beveiligd. Dan zijn we aangekomen bij het vijfde punt en dat is de smartphone. Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn er heel veel apps en mogelijkheden met een smartphone en doen we ook steeds meer via je smartphone. En juist bij een smartphone zitten heel veel beveiligingsmethoden eigenlijk al ingebouwd in de telefoon. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld banken eigenlijk altijd vertrouwen op een telefoon. Dat als je eenmaal gekoppeld bent, vertrouwen ze het ook altijd. Waar ze voorheen alleen vertrouwden op codes in combinatie met een random reader bij de Rabobank bijvoorbeeld, vertrouwen ze nu vaak alleen al op een vingerafdruk of op een gezichtsscan met bijvoorbeeld Face ID van Apple. Op die manier, die systemen zijn dus blijkbaar zo veilig bevonden dat banken zelfs daar al op vertrouwen. Nou, als banken erop vertrouwen, kun je daar vaak met andere beleggingsapps ook zeker gebruik van maken. En nou is bijvoorbeeld de Giro waar ik gebruik van maak, werkt nog steeds met een code. Maar ik verwacht dat wanneer er een update gaat komen van dit soort apps, dat ze dan wel gebruik gaan maken van deze methodes. Waarschijnlijk dus omdat ze gewoon veiliger zijn, omdat je echt een vingerafdruk is aan de ene kant uniek. Een gezichtscan is ook uniek. Dus, en het is vaak nog veel makkelijker en sneller. Dus op die manier zit eigenlijk de veiligheid al in je telefoon ingebouwd. Dus wanneer je niet op sites vertrouwt of wanneer je een computer gebruikt via een openbaar netwerk, kun je altijd nog via je telefoon dus gebruik maken. Die apps zijn vaak makkelijk. En zoals gezegd is de beveiliging ook zeer goed. En dat is eigenlijk ook een punt wat ik niet heb opgeschreven op mijn briefje, maar waar ik nu wel aan denk. Wanneer je op een openbare locatie bent met een openbaar wifi, zorg dan dat je niet inlogt in bepaalde websites die dus hieraan gekoppeld zijn, zoals financiële dingen. Omdat juist via een openbare wifi dit soort dingen kunnen worden afgeluisterd eigenlijk. Dus die gegevens kunnen worden ingelezen door mensen die er ook op zitten. Dus mocht je ooit gebruik van willen maken, zet dan de wifi uit en doe het gewoon via 3G, 4G.
Of als je echt per se via wifi wil, zorg dan dat je een VPN hebt. Zodat eigenlijk beveiliging, dat je een tunnel maakt zeg maar, tussen jou en een bepaalde server. En in ieder geval niks van de data gelezen kan worden via het netwerk. Maar dat is weer iets meer technisch gezien. En ik zal daar natuurlijk wel weer een linkje plaatsen, net zoals van de rest, onder deze video. En dan komen we eigenlijk bij het laatste punt van deze video aan. En dat is om eigenlijk zoveel mogelijk van deze voorgaande methodes te combineren met elkaar. Want laten we even mijn voorbeeld nemen bij de Giro, wat ik al vaker heb genoemd. Daar heb ik ten eerste dus een veilig en uniek wachtwoord waar ik gebruik van maak. Vervolgens heb ik tweestapsverificatie aangezet. Dus wanneer er ingelogd wordt, zal ik altijd nog via mijn telefoon toestemming moeten geven dat ik degene ben die in probeert te loggen. En dus goedkeuring om ingelogd te worden. Om goedkeuring te geven aan de Giro met die tweestapsverificatie heb ik ten eerste dus letterlijk fysiek mijn telefoon nodig. En ik moet nog toegang hebben tot mijn telefoon. Dus via een vingerafdrukken, van mijn geval Face ID, kan ik mijn telefoon pas unlocken eigenlijk en die app openen. Dus op die manier heb je eigenlijk vier stappen, die beveiligingslagen eigenlijk, voordat je in kunt loggen. Dat is dus een veilig en uniek wachtwoord. Tweestapsverificatie, je moet fysiek mijn telefoon in handen hebben. En je hebt nog Face ID, dat iemand anders niet in mijn telefoon kan komen. Nou, dat zijn vier stappen die eigenlijk veilig genoeg zijn. En zoals gezegd, als bank hierop vertrouwen, vertrouw ik er ook wel op. En op die manier heb ik dus ook duizenden euro's bij de Giro staan. En ben ik dus van mening dat op deze manier mijn vermogen eigenlijk het beste beveiligd is. Dan zal het altijd afhangen van de aanbieder, wat zij voor mogelijkheden aanbieden. Maar je hebt er altijd een paar zelf in de hand, waaronder dus je wachtwoord. Zorg dat het veilig en uniek is. En probeer zoveel mogelijk dingen die aan worden geboden aan te zetten, in ieder geval mogelijk nog zelfs te combineren. En als je nog niet hebt gehoord van tweestapsverificatie, ga er zeker een keer naar kijken, want ik denk dat dat de beste methode is om de meeste van je accounts te beveiligen als het in ieder geval mogelijk is. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je een leuke en vooral interessante video hebt gevonden. Is dat nou het geval? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag en laat in ieder geval onder deze video weten wat je goed of minder goed vond. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je natuurlijk ook onder deze video achterlaten. En dan vind je ook een link naar onze Discord chat, waar we met meer dan 500 mensen over dit soort onderwerpen praten. En zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je nog meer over wilt zien? Klik dan hieronder op abonneren, klik op het belicoontje, dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.